Dit weekend won Gastera Flames voor de derde maal in zijn historie de beker. ZZ Leiden werd in Zwolle met 79-71 verslagen. In de week voorafgaande aan de finale spraken wij uitgebreid met de nummer 15 van de Flames, center Thomas Koenis. De 24-jarige Noord-Hollander uit Boven-Karspel speelt voor het derde seizoen in Groningen. Als backup van Ros Beckering knapt hij veel vuil werk op voor de ploeg van coach Kalin. Door rebounds te pakken en ruimte te creëren in de aanval voor de guards is Koenis een belangrijke kracht van de bank bij de Flames. Op zijn 17e maakte hij bij Den Helder zijn debuut in de Eredivisie. Maar dat was niet zijn eerste club. Ik ben in Enkhuizen begonnen. Mijn broer zat daar op basketbal en vaak met hem mee. En uiteindelijk ben ik erin gerold. En toen vroeg Den Helder na twee jaar of ik daar wilde komen spelen. En dat leek me heel erg leuk en eigenlijk sindsdien is het gewoon heel erg hard gegaan. En Den Helder heeft ook echt een basketbalhistorie en is echt een basketbalstad. En dan zie je wel dat basketbal echt leeft. En ik ben ook heel blij dat ze weer terug zijn in de Eredivisie, want dat verdient Den Helder echt. Met zijn 2,10 meter hoort Koenis tot de grote mannen bij Flames. Door zijn lengte trekt hij veel bekijks buiten het basketbal. Maar Koenis heeft zijn lengte nooit als negatief ervaren. Ik heb alleen moeite mee gehad dat ik vroeger wat wat problemen had met groei. Zeg maar dat ik wat last van mijn hielen had, hoe ze snel groeide. Maar voor de rest heb ik er niet echt problemen mee gehad. Ze hebben mij gevraagd of ik groeiremmers wilde hebben. Het is ook nog niet op basketbal en ik mocht eigenlijk niet op basketbal. Maar uiteindelijk ben ik wel op basketbal gaan en zeggen, die groeiremmers wil ik niet. Dat is waarschijnlijk anders ook niet van gekomen. Maar ik heb zeker geen moeite met mijn lengte. Ik ben er trots op. Mensen kijken toch vaak tegen je op. Wat staat er nu weer voor? Maar ik heb er totaal geen probleem. Dat je in de supermarkt loopt en dan zie je een oud vrouwtje die komt niet bij de bovenste plank. En dan vraagt ze je even te helpen. Dat is een klein dingetje. Maar ik ben er hartstikke blij mee. De overgang van Den Helder naar Flames was geen probleem voor Koenis. Hij voelt zich na 3 jaar thuis in Groningen. Ik heb nog een omweg gemaakt naar Brabant en van Brabant naar Groningen. Dit bevalt gewoon prima. Kijk, voor mij maakt niet zo heel veel uit. Ik vind de mensen hier hartstikke aardig. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om naast de basketbal je gewoon heel prettig in je omgeving te voelen. Want als je niet lekker in je vel zit, dan is presteren vaak ook lastig. Dus ik denk dat als het eromheen gewoon allemaal gesmeerd loopt, dan kun je op het veld ook beter presteren. Aan het begin van het seizoen kwamen er weer veel nieuwe spelers naar Groningen. Maar al snel werd duidelijk dat Flames een team had dat mee kan strijden om de prijzen. Dat merk je wel vrij snel. Kijk, de eerste weken is het gewoon aftasten natuurlijk. Maar zodra je wat langer bij elkaar bent, dan zie je wel bepaalde dingen. Dat merk je gewoon de manier van spelen en hoe je met bepaalde mensen klikt. Ik denk dat dit jaar gewoon heel het begin van het seizoen wat lastig, wat het bestuur is. We waren niet helemaal compleet. Maar ik denk dat die klikken vanaf het begin van wel geweest is. En dat zie je ook aan de resultaten. Het klikt gewoon op het veld. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Kijk, we hebben gewoon een goede groep jongens. We werken gewoon goed samen. We bereiken goede resultaten. Wat natuurlijk ook wel meehelpt aan de hele sfeer rondom het team. We hebben gewoon een hele leuke groep. Samen met captain Jason Dubuisseau speelt Koenis het langst in Groningen. De Amerikaan zorgt ervoor dat de nieuwe Amerikanen goed worden opgevangen in het team. Jason die speelt volgens mij zijn 5e seizoen alweer in Groningen. Die weet precies hoe alles werkt. En voor Amerikanen die voor het eerste jaar, sommigen zijn voor het eerste jaar in Europa of in Nederland. Dus ja, hij kan ze wel wegwijs maken wat betreft Amerikaanse dingen. Wat hun prettig vinden. Halverwege vorig seizoen kwam Kalin naar Groningen. Koenis is zeer te spreken over de bevlogen coach. Kalin is een geweldige coach. Die gewoon veel ervaring heeft. Hij weet gewoon de juiste snaar bij ons te raken. Ook als het even niet goed loopt, dan weet hij ons weer op de rit te brengen. Hij is heel emotioneel betrokken. Dat ziet er misschien voor de buitenstaander soms wat heftig uit. Maar voor ons, als ik voor mezelf spreek, heb ik echt totaal geen probleem. Ondanks dat hij al 7 jaar op het hoogste niveau speelt, is de prijzenkast van Koenis nog leeg. Hij hoopt dat daar dit jaar verandering in komt. Ja, dat is natuurlijk waar je voor leeft.
Kijk, je wilt zelf beter worden, maar je wilt als team wil je ook gewoon een prestatie neerzetten. En persoonlijk heb ik zelf nog geen beker of kampioenschap meegemaakt in de Eredivisie. En ja, dat wil ik gewoon heel graag meemaken en daar werk je voor, als team het hele jaar voor. Na de winst in de beker is Flames ook de favoriet voor de landstitel in de competitie. We staan stijf bovenaan eigenlijk. We staan stevig bovenaan. En kijk, ik denk dat wij wel een van de favorieten zijn natuurlijk. Wij gaan zeker voor die titel. Kijk, in de play-offs zal het gewoon heel zwaar worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het kampioenschap kunnen hebben. In de aanloop naar de bekerfinale had Koenis last van een enkel blessure. Met een goede revalidatie hoopt hij op tijd fit te geraken voor de finale. Ja, dat is wel een typische waarschuwingsuur inderdaad. Het was heel ongelukkig. Ik kom op iemands voet terecht en ik klapte op mijn enkel heen. Daar kan je niet op trainen. Dat zijn gewoon van die dingen waar je niks aan kan doen, maar wel als het vervelend is. Daardoor mis ik ook de wedstrijd van gisteren en daar baal ik van stekker van. Kijk, ik moet veel rondom de basis vechten met tegenstanders en veel springen rondom de basis zijn veel mensen. Dus de kans dat je op een voet terechtkomt is gewoon wat groter. En dat is het risico, maar daardoor doe je ook preventie dat je laat intapen. Dat kan helaas niet altijd voorkomen, maar het scheelt wel een hoop. Naast het vele trainen wordt ook veel tijd doorgebracht in de sportschool. Het is belangrijk het 2,10 meter lange lichaam fit te houden tijdens het lange basketbalseizoen. Ik was 17 toen ik in de Eredivisie terecht kwam en toen was ik er nog niet zo bewust van. De eerste twee jaren was het een beetje, het is allemaal nieuw en het was best wel zwaar. En toen ik naar Bergen op Zoom ging, zijn toch wel mijn ogen geopend en daar heb ik heel goed gewerkt, ook met onze krachttrainer. Die was zelf ook topsporter en ik zag hoe hun trainden. En dat zijn speerwerpers. En dan zie je gewoon hoe hard hun trainen en daar heb ik wel heel veel van opgestoken. En ik weet gewoon dat het hartstikke belangrijk is. Als je niet fit bent, kan je niet basketballen. Dus het is gewoon net zo belangrijk. En dat wordt denk ik soms wel eens onderschat. Het is belangrijk de zwakke plekken in het lichaam sterker te maken. Ik heb wat testen gedaan en er kwam wel uit dat mijn rug soms wat extra aandacht nodig heeft. Dus daar doe ik 3-4 keer in de week oefeningen voor. En als ik dat ga doen, is er niks aan de hand. Ik ben een keer geopereerd aan mijn enkel. Dat vergt soms wat extra aandacht. Maar ja, voor de rest is gewoon mijn core stability is gewoon heel erg belangrijk om te trainen. Dat je rompspieren gewoon goed getraind zijn. En dat daardoor blijf ik wel gewoon fit. Veel zaalsporters krijgen op latere leeftijd last van hun lichaam door slijtage in hun gewrichten. Door de constante klappen die het lichaam moet opvangen tijdens het spel. Dat risico is er altijd, maar daarom ben ik er gewoon bewust van dat ik mijn oefeningen moet blijven doen. Dat is ook voor dingen wat goed is, moet goed blijven. Dus niet zo als het goed is dat ik het kan laten rusten van dat is nu goed, daar hoef ik niks meer aan te doen. Dus je traint gewoon, je probeert alle spieren te trainen, waardoor je gewoon minder kans hebt om de blessures op te lopen. Er zijn maar weinig goede Nederlandse centers. Maar Koenis ziet ondanks zijn 24 jaar nog genoeg mogelijkheden om zijn spel te ontwikkelen. Ik denk dat als je wat jonger bent, ben je misschien nog iets sneller en zo. En op een gegeven moment wordt het misschien iets minder hoe ouder je wordt. Maar ik denk dat een grote man altijd nog wel van waarde kan zijn in een team. Maar het ligt natuurlijk wel aan hoe fit je nog bent of je nog mee kan op het niveau. Ik hoop nog wel een aantal jaren te spelen. Kijk, je ontwikkelt jezelf natuurlijk en je gaat misschien wat efficiënter spelen en je leert meer. Je wordt slimmer in het veld. Je krijgt met ervaring wat meer trucjes. Dingetjes. Dus ik denk dat je naarmate in hoe ouder je wordt inderdaad, dat je gewoon ook belangrijker zijn voor het team. Thomas Koenis was fit voor de bekerfinale en pakte zo zijn eerste prijs. Over 2 weken beginnen de play-offs. En dan wil de Noord-Hollander ook zijn eerste landstitel proberen te veroveren.